Roll the intro. Vandaag gaan we het over licht hebben. Net zoals deze camera ook licht nodig heeft, en anders dan zie je helemaal niks. Nou, wat is licht nou eigenlijk? Doordat het licht op voorwerpen weerkaatst, dan kunnen we het juist zien. En hoe meer licht, hoe beter dat we dus de dingen kunnen zien. En als er geen licht is, dan valt er ook niks te weerkaatsen. En dan kun je dus ook niks zien. Dan zie je dus ook helemaal niks. Dan is er niks om te weerkaatsen en dan kun je dus ook niks zien. Overdag hebben we licht van de grootste lichtbron die de aarde heeft. Zon. De zon, ja. En op het moment dat het daglicht is, dan ben jij aan de kant van de aarde waar dat de zon op schijnt. En aan de andere kant van de aarde... zie je niks. ...is het dan donker. En zonlicht is ook zo sterk dat je er niet in kan kijken. Het kan zelfs je ogen beschadigen. En vandaar dus een zonnebrilletje heel belangrijk is. Maar wat nou als de zon er niet is? Hoe kunnen we dat nou zien? Nou, dan gebruiken we dus andere lichtbronnen. En die lichtbronnen halen we uit vuur. En vroeger gebruikten we dat fakkels of kaarsen, olielampen, gaslampen. Maar tegenwoordig, kijk eens, gebruiken we daar elektrisch licht voor. Hallo. En op een heldere dag, dan gebruiken we ook vaak het licht van de maan. Maar vanavond kon ik dat helaas niet laten zien, want het is hier een nieuwe maan. Ik zal even uitleggen wat een nieuwe maan is. We begonnen deze maand met een volle maan. En na een week hebben we het eerste kwartier. En na weer een week later hebben we dus de nieuwe maan. Daar zitten we dus nu in. Weer een week later krijgen we het laatste kwartier. En dan gaan we weer naar een volle maan toe. Een nieuwe maan houdt dus eigenlijk in dat de maan tussen de zon en de aarde instaat. Het is geen zonsverduistering, maar het zit er niet ver vanaf. Een zonsverduistering is wel altijd tijdens een nieuwe maan. De maan zelf geeft dus eigenlijk helemaal geen licht. Het is de weerkaatsing van de zon die op de maan schijnt. De sterren die geven wel licht. Dat is eigenlijk eenzelfde soort bron als de zon. Maar de sterren die staan zo ver weg, daarom zien we ze ook maar piep klein. En zien we ze ook alleen maar 's avonds, omdat ze zo ver weg staan, doordat de afstand te groot is. Dan geven ze dus ook maar heel zacht licht. Licht kan door sommige materialen heen schijnen. Je hebt namelijk... ja, je hebt doorzichtige, inderdaad. Doorzichtige materialen en je hebt licht doorlatende materialen en je hebt ondoorzichtige materialen. Nou, dan gaan we dus met de eerste test gaan we beginnen. Dan gaan we dus kijken welke materialen dat we hebben en of het licht doorlaat of je er doorheen kan kijken of dat het helemaal geen licht doorlaat. We hebben hier een blok hout, een folie en nog wat papier en een andere folie. Gaan we testen. We hebben een fijne mooie zonnige dag. Dus we kunnen de zon eigenlijk als lichtbron gebruiken. We hoeven dus geen elektrische licht te gebruiken. En dan gaan we van start. Dus materialen testen. We hebben een aantal materialen waar we dus gaan kijken of het licht doorlatend is, ja of nee. Dan kun je fijn tegen de zon in kijken. Kijk maar eens naar de zon. Komt er licht doorheen? Nee. Deze. Wat is tegen die gezicht? Komt er licht doorheen? Een beetje. Een beetje? En deze? Ja. En deze? Ja. En deze? Hé, hey, en de zonnebril. En de zonnebril. Maar waar licht is, is ook schaduw. En knakkers. En een voorwerp wat het licht tegenhoudt, of een deel van het licht, die creëert dan een schaduwvlak. En waarbij ondoorzichtige materialen de donkerste schaduw geven. Een schaduw is ook altijd recht achter het voorwerp. Het staat altijd in de lijn van de lichtbron. Nou, kijk dus, daar is de zon en hier staat het voorwerp. Dus daar is de schaduw. Een beetje minnetjes. Maar goed, je kunt hem keren, draaien, wat dan ook. Het zal altijd daar de schaduw zijn, zolang daar de zon staat. Eén lijn. De zon zal er niet zo mee gaan, hè? Want een lichtstraal kan namelijk niet om iets heen buigen. Een lichtstraal is recht. En de schaduw... oei, gezellig dat het ook is. Schaduw heeft ook altijd dezelfde vorm. Het kan wel eens zijn dat iets misschien groter of kleiner, langer of korter wordt. Bijvoorbeeld een bal, die kan een ei-vormige schaduw geven. Maar het zal nooit een vierkant worden. En nu gaan we even testen met een schaduw. Nou, gaan we dus eerst de lamp dicht bij het poppetje doen. Tegen poppetje, maak mensen schaduw.
En ga maar steeds verder weg. Dus hoe verder de lamp van het object komt, wat duidt met de schaduw? Hoe verder weg, hoe kleiner. Ja. Oh, daar zit onder de tafel. Hoe kleiner, maar wow, hoe scherper, hè? Dus ja. Mm-hmm. Dat is steeds scherper, de schaduw. En dan kunnen we ook laten lopen, zo. Mm-hmm. En sommige objecten die reflecteren beter dan andere. We hebben hier bijvoorbeeld de zonnebril. Daar zit een coating overheen die heel goed reflecteert. Wat je een bescherming tegen de zon geeft. Waardoor dit een beetje een spiegel lijkt. Misschien kun je wel in mijn bril de camera zien. Je ziet hier ook een mooie reflectie. Maar een blok hout bijvoorbeeld, dat is hartstikke mat. En dat reflecteert dus ook eigenlijk bijna niet. Nou, dat was het dan voor deze week. We hebben het over licht gehad. Hopelijk heb je er wat van opgestoken. En vond je het een leuke video? Geef het dan ook een duimpje op. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan even. Ping ook het belletje aan. Dat maakt een heel groot verschil. En dan zien we je vast de volgende week.